Stichting Opvang Konijnenberg verdwijnt voor 1 maart 2010 uit Waalwijk. Maar waar moeten de konijntjes dan heen? Op dit moment verblijven een kleine 80 tot 100 konijntjes in een schuur achter een pand aan de Grote Straat in Waalwijk. Maar de knagertjes die veelal werden achtergelaten door hun baasjes of waar mensen geen tijd meer voor hebben, moeten hier weg. Uh, ja, er zijn een heleboel redenen. Onder andere gezondheid van onze huidige beheerster. Een druk gezinnetje heeft ze en uh, de gemeente. We mogen hier niet langer blijven, dus helaas. En wat is de reden van, dat de gemeente zegt van jullie moeten hier weg? Ja, ik denk, dat, dat weet ik niet exact, als ik heel eerlijk ben. Maar ik denk dat het uh, ja, misschien door, door omstanders komt die, uh, die denken van, dat het te druk is. Of, ik durf het niet precies te zeggen. De opvang die jaarlijks 800 tot 900 huppelende knuffelbeestjes plaatst bij gezinnen is nu op zoek naar een nieuwe locatie. Ik heb uh, aankomende vrijdag een afspraak in Galder bij iemand en uh, onze gemeente in Oosterhout die zoekt uh, heel druk mee met een uh, ruimte van 100 vierkante meter ongeveer en uh, ja, hard op zoek naar een volgende locatie. We mogen gelukkig tot 1 maart hier blijven dus we hebben nog wat speling en uh, ja verder op zoek. Monique Opdenbrouw en de andere vrijwilligers komen uit Oosterhout en omgeving. De meeste vrijwilligers hebben een vaste baan en vangen de dieren in hun vrije tijd op. Ze zijn nu op zoek naar een locatie in die buurt.